Schooldirecteur Jan heeft vanmiddag een gesprek met de wijkagent, Damien, en de ouders van Damien. Damien is een 13-jarige jongen op de school van Jan. De aanleiding voor het gesprek is dat Damien een klasgenootje na school bedreigd heeft met een mes en geld afhandig heeft gemaakt. Tijdens het gesprek confronteert Jan Damien met zijn gedrag. Hij vertelt hem dat hij het niet wil hebben dat Damien medeleerlingen bedreigt. En dat hij wil dat Damien minder spijbelt. Damien reageert hier laconiek op. Hij ziet niet in wat hij fout doet. De moeder van Damien reageert geschrokken als Jan vertelt dat Damien veel spijbelt. Dat wist zij namelijk niet. Tegen haar vertelt Damien dat hij elke dag naar school gaat. De moeder van Damien weet niet zo goed meer wat ze met Damien aan moet. Zij en haar man hebben weinig grip meer op Damien. En ook 's nachts blijft Damien vaak weg van huis.